De website Verhaal tussen Maas en Waal is genomineerd voor de Gelderse Roos 2021. Deze prijs wordt uitgereikt aan erfgoedprojecten die echt impact hebben en in de coronacrisis iets bijzonders hebben gedaan om in contact te blijven met het publiek. Verhaal tussen Maas en Waal heeft een interactieve kaart gemaakt waar je allerlei verhalen over geschiedenis, macht en economie kunt lezen. Samen met twee verhalenvertellers duiken wij in de geschiedenis van de Uiterwaarden in Beuningen. Welkom bij het Weurse Straatje met SCH. Het zit in het Ventenverhaal van Maas en Waal met de reden omdat het over het landschap gaat. En het Weurse Straatje is een dijkje uit 1100, wat heel bijzonder is, want het is een heel oud dijkje. En het straatje is hier gehalveerd. Het liep nog een stukje door naar het dijkmagazijn in Beuningen. Dus we gaan richting Nijmegen lopen om het hele straatje te bekijken. Kom maar mee, het Weurse Straatje inlopen en dan zien we wat er nog aan resten te vinden zijn van vroeger. We staan hier weer op die dijk en als je goed kijkt, want je denkt van nou, Olivier Bommelpad, kun je sporen vinden van vroeger. Onder andere rails waar vroeger de treintjes op gereden hebben voor de kleiwinning voor de steenfabriek. En je kunt bakstenen vinden. En misschien is dit wel een hele bijzondere die afkomstig is van een kasteel. De Bunswaard heeft hier iets verderop gelegen waar nu de steenfabriek is. Is in de loop der tijd compleet verdwenen. We weten ook niet hoe die eruit ziet. Wat we wel weten is dat er een oorlog is geweest tussen de noordkant van de Waal en de zuidkant. Lokaal oorlogje waarbij uiteindelijk de lokale bevolking is opgetrommeld, een beetje pech gehad. Ze hebben het verloren en ze zijn onthoofd. En als voorbeeld hebben ze waarschijnlijk bij de steenfabriek nu, toen het kasteel, de hoofden opgespiest als afschrikking voor de bevolking van let op de hoge heren, die zichzelf wel buiten schot hebben gehouden. Want tegen de tijd dat het gevaarlijk werd, hielden ze de oorlog op en was alles puis en vree. Dit gebied was ideaal om stenen te fabriceren, want er zat klei in de grond. En de Waal lag om de hoek, zodat de grondstoffen voor de steenovens makkelijk aangevoerd konden worden en de stenen weer afgevoerd. De fabriek sloot in de jaren 60. En nadat die stilgelegd is, heeft hij natuurlijk wat jaren staan te verwaarlozen, doordat dit een rijksmonument geworden is en die is volledig gerestaureerd met herbestemming van appartementen. De schoorsteen is daarbij ook geheel gerestaureerd en daarmee is het ook weer een originele schoorsteen. Er komt wel geen rook meer uit, maar het is de beleving van het landschap als een stuk historie van arbeid. In een fabriek als deze werden eind 19e eeuw jaarlijks 4 tot 5 miljoen stenen gebakken. Dat was hard werken, want bijna alles moest doen met de hand. Het werken op de steenfabriek was het sjouwen met klei, het laden van bakken, van kruiwagens. De steenpersen werden vaak half met de hand bediend natuurlijk. Een arbeider, als hij een groot gezin had, bracht hij zijn vrouw en zijn kinderen mee. Maar die waren nodig om de gedroogde stenen op te strijken, om weer in vakken te zetten. Dus het was eigenlijk vaak een hele familie die daar werkte. Zowel de man als de vrouw als de kinderen die daarvoor ingeschakeld werden. Nu terug naar het Weurtse straatje. Dat functioneerde ooit als dijk, maar dat is al heel lang geleden. Ja, dit mini-dijkje, wat ze in 1100 met veel gezwoeg hebben aangelegd, werd zinloos, want de Waal kwam steeds hoger. Het overspoelde het achterliggende land. Dus dat hebben ze in armoede moeten oplossen met een nieuwe dijk die daar ligt. En je ziet de kerktoren van Weurt en vlakbij Nijmegen. Ik vertelde net over die nieuwe dijk, maar die is al heel oud, want die is van voor 1500. Dit kaartje is 1544. Toen was die hele stoere ringdijk om land van Maas en Waal gereed. Kun je zien, heel dik getekend met mensen erop als snelweg. Karren, paarden. En hier staan we bij Weurt tussen Nijmegen en Beuningen, waar het oude dijkje ligt, maar dat hebben ze niet meer opgetekend, want het was zinloos.